duikpijltje. Bloemetjes, omdat we gewoon lekker een pand hebben gekocht. Ik ga weer een filmpje maken. Adem geen idee. Goedemorgen, we hebben weer een nieuwe weekvlog. Ik ben Bas van Duivenbode van de Airbus Academie. We gaan er weer een leuke week van maken. We hebben afgelopen week het pand op naam gekregen. We zijn al lekker aan het rommelen doen en repareren en verbouwen doen, schoonmaken, et cetera, et cetera. Maar natuurlijk gaan we deze week weer ook lekker airbrushen, heel veel airbrushen. Vorige week was het wat minder wat je in beeld krijgt. We gaan proberen of dat deze week net even anders wordt. We gaan van Lelystad gaan we natuurlijk wel het leukste airbrushcentrum maken wat je maar kan bedenken. Buiten de academie zijn er meerdere airbrushkunstenaars actief die allemaal een eigen ateliertje hebben, een locatie hebben. Binnenkort zijn er dus ook weer nieuwe ateliers te huur. Ja, we gaan gewoon heel veel gaan we doen in Lelystad. De komende week ga je weer zien van allerlei activiteiten die er plaatsvinden. Ja, komen we. Professor Barabas, airbrush tip van de week. Ja, lang niet gezien, airbrush, Black Bull. Black Bull is een merk wat zo'n 20 jaar geleden op de markt een beetje kwam. Het was een prijsshooter, het was echt goedkoop. Heel goedkoop. En iedereen ging dat helemaal kopen, want ja, normaal sprak je voor het aanschaffen van een Airbus rond de 100 euro. En dit was natuurlijk maar een paar tientjes. Nou, toevallig zit ik van de week op internet en zie ik ook weer een aanbieding voor 6 euro voorbij komen. Mensen kopen het niet. Het is zonde van je geld. En veelal is het gewoon niet werkend. We zijn metselen. Ja, ja. Kijk eens even. Ja. Dit is metselwerk. Dat is metselwerk. Ja. En altijd nog stukken niet door. Niet allemaal stukken door. Nee, nu net. Oh. Heb jij me geleerd? Ja, snel hè. En wat gaan we hiermee doen? Wordt het achtergrond van een schilder? Ja, dit ga ik nog even inkleuren. Ja. Een beetje even meer diepte erin te krijgen. De structuur heeft hij al. Nou ja, wel leuk. Nou ja, voor de rest, ja. Top, ben benieuwd. Ja, ik ook. Ja, dat begint er alweer beter uit te zien. Hè? We zijn natuurlijk zwaar nog aan het slopen. Maar ook aan het opruimen. Want dat moet ook gebeuren. Je ziet nogal wat spullen staan, maar het begint hier alweer een beetje begaanbaar te worden, zoals je ziet. Het stond eerst nog helemaal vol. Dus zo langzamerhand wordt het weer wat. We gaan straks zo weer even verder. Dit is de begraafplaats, dit hier. Zie je? Hier lopen de lijken de kist uit. Ja, kijk maar. Die wil je nog niet doodbegraven. Nee. Die gaan hier gewoon uit. Die hebben zoiets van, nou, hier moet hier wegwezen. Dus die verdwijnen. Maar goed, we zijn dus keihard aan het werk. Echt keihard. Kijk, ik heb weer de hele lichtstraat schoon gekregen. Er staan daar hartstikke stoer bovenop het dak te wezen. Leven is gevaarlijk. Maar ja, goed. Kijk eens even wat de rotzooi hier weer vanaf komt. En hoe netjes het dan ook weer wordt. Hè? Helemaal top. Ja. En dan zit de dag er alweer bijna op. Ik moet alleen nog even van het slot het een en ander wat installeren. Maar kijk eens hoe die rob hier bezig is geweest. Die is hier helemaal kaal. Doodskist opgeruimd. Alles weg. We hebben net een zootje azijnzuur overheen geflikkerd. Kijken of dat nog wat doet. Dat is de vraag. Maar goed, zo langzamerhand gaan we steeds verder. Nou even bijkomen. Ja, dat wordt een spannend t-shirt met een motorrijder. Hier is Rob al bezig. Wordt helemaal weer leuk. Is wel weer wat. Glimmend, als een keutel in de maneschijn. Kijk dan. Ja. Aan het lakken geweest. Hoe gaaf is dat? Ja, dat wordt wel mooi. Hier een mooi stukje. En een leuk project. Gave surfbankjes. Puur voor decoratie, maar wel weer heel erg leuk. Kijk dan wat we hebben. Heerlijk bloemetjes. Omdat we gewoon lekker een pand hebben gekocht. En dit is gewoon een felicitatie die we hebben gekregen. Nou, hartstikke lief. Dankjewel voor de bloemen. Perfect. Nou, vanmorgen was het stromen in de regen weggaan. Er is natuurlijk wel wat water gevallen weer. Maar ondertussen is het nou 7 uur.
er wel weer lekker uit. Cool windje. Zomer is gewoon voorbij, klaar. Maar toch nog even een beetje genieten. Korte broekie. Geen jas aan. Kan ook net. Was het een leuke week? Kijk, dan krijg ik voor Steven nog even een fotootje toegezonden. Die is nog even lekker druk bezig geweest. Die is bezig om de wanden helemaal tot boven door te trekken. Nou, je ziet het geraamte staat er al. Dit is weer het einde van deze vlog. Ik hoop dat jullie volgende week weer kijken. Ik wens jullie nou een heel fijn weekend. En maak er wat leuks van. Tot volgende week. Nu zijn we alweer bij het einde van het filmpje van deze week gekomen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.